Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo op All These Games. Vandaag beginnen wij met een nieuwe serie op All These Games. Het is Amnesia, The Dark Descent. Nee, het is Amnesia, Obscurity. Oeh. Vandaag is horror weer terug op All These Games. En dit is een horrorspel. Hartstikke leuk. Vroeger hebben wij heel veel Amnesia dingetjes gespeeld. En nu is het weer terug. Want we hebben het heel lang niet gedaan. We krijgen er heel veel vragen naar. En jongens, ik zeg het nu eventjes. Dit is horror. Maar hey, wij gaan samen het gewoon eventjes fixen, hè? Hey, wink wink. Dus wees niet bang, ik ben bij je. Rustig aan, we gaan het gewoon doen. En here we go. Hij is ongeveer 4 à 5 videos lang. Dus here we go. Oké, jongens. Het is nacht. Ik heb er nu al geen trek meer in. Grapje. It always starts with me waking up in the middle of the woods. Oh. Word wakker in het bos. Ah, nee. I know I'm dreaming, but it always feels strangely real. I'm disoriented and confused. My head hurts. Ah. Okay. Kunnen we al lopen? I guess. We staan in een bos. Godverdamme. Oh, daar gaan we weer. As I stumble through the foliage, feelings of familiarity rush back to me. I've been here before. We zijn hier eerder geweest. Oh jee, want er staan hier boksen. Oh, we zijn vrachtwagenchauffeurs. Oké. Oh, daar gaan we weer. However, something is wrong. Oh echt? I'm not alone. Ah nee, nee, nee. Nee, nee. Ik wil niet alleen. Godverdamme. Something is stalking me. Lurking in the shadows. Oké, ik kijk van naar beneden. Ik kijk van naar beneden. Iets volgt ons in de bossen. In the distance I see a house. Oh echt? My house. Is het ons huis? Oké. Usually I'm not able to reach the front door. However, tonight was different. Oh, we kunnen niet met de voordeur. I don't care. We nemen gewoon de deur. Hier, oké, de voordeur. We kunnen er gewoon erin, toch? Een leuk huisje. We staan lekker in een bosje. Met twee mooie raampjes. Nou, ik vind het cute, hoor. Kom maar. I grab the doorknob and twist it. Locked. Nee. Waarom nou? Waarom nou? Waarom moet hij nou weer locked zijn? Oh, oh, yo, 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 yo. As my vision fades, I hear a whisper. Come to Crescent Village. Nou, ik kom even helemaal daar niet heen. Gadverdamme, gadverdamme. Begint nu al. Vuile viezerik. Mijn muziek, mijn geluid staat keihoog. Keihard. Ik heb mijn raam ook open. Dus straks denken de buren van, wat gebeurt daar nou weer? Oh, oh, oh. Oeh, Electric Red presents. Het ziet er heel mooi uit, dit. Op security. Daar zijn we dan, jongens. Dit was de intro, denk ik. Dus, het verhaal gaat over dat er iets... Dat we niet alleen zijn in Crescent Village. En dat gaan we denk ik onderzoeken. Ik heb geen idee. Oh nee, ik krijg echt de kriebels van het spel. Maar hey, we gaan het gewoon doen. Crescent Village, the Parisians continue. Oh, dit is een stukje van de krant. Zo te zien. The recent string of disappearances in the small mining community of Crescent Village have continued this week with it. At least 5 missing persons. Er missen 5 personen in dit dorpje. En wij gaan het denk ik onderzoeken. Voice actors. Oeh, kijk hoe fancy dit eruit ziet. Trouwens, ik speelde dit vroeger altijd op mijn laptop. En toen kon ik nooit hoge kwaliteit dit spelen en alles. En ook niet in fullscreen. En nu kan ik dat gewoon doen en dan. Fucking vet. Body found in Crescent Village. Just yesterday afternoon, a body turned up in the forest surrounding Crescent Village. Police have yet to identify the victim. But it seemed to be a child. The body was found mangled and almost unrecognizable. Dus er is een kind gevonden in het bossen van Crescent Village. Oh, kijk hoe vet dit eruit ziet. Kijk hoe vet. Ik krijg echt de kriebel en de neigingen om dit nu te gaan spelen. Nou, we gaan het ook gewoon doen. Ha. More disappearances in Crescent Village. Oh, er gaan nog meer mensen weg. Heel het dorpje, joh. Gadver. Dus er is iets fout in dit dorpje. Wij gaan het denk ik onderzoeken. Police have abandoned the case and do not plan on returning to the village.
Dus de politie gaat ons niet helpen in het dorpje. Dus ik denk dat wij het moeten gaan onderzoeken. Ik denk het wel. We gaan het zien. Heel veel mensen die gaan dus weg hier. Die worden vermist. Ah nee. Waar zit... Oh, we zitten in de koets. Ja. Crescent Village. The name has been ringing in my ears, haunting me in my dreams. Oh, wij gaan het dus bezoeken. It was a small but peaceful little town. I grew up there with my parents and my sister. Oh, gezellig. I don't remember much, but one day my sister died, and I was sent away to London to live with my aunt and uncle. To London? Since then, I've never had any contact with my family. I wrote letters at first, but they never responded. After numerous attempts to hear from my parents again, I gave up. I thought they had forgotten about me. Eventually, the memories of my childhood slipped away. I became a successful lawyer, working in a small law firm. I never looked back. But now my past is haunting me. These nightmares I'm having are remnants of my childhood. That's why I'm traveling to Crescent Village. Something happened there that I don't remember. And I need to confront it. It's just that something feels wrong about it. All my instincts are telling me to stay away from there. But no. I must rid myself of these awful nightmares. Okay. I need this. We gaan naar Crescent Village om onze nachtmerries weg te krijgen, zeg maar. En ook om te kijken van iets voor onze ouders, volgens mij. Want die wonen hier nog maar. Wij hebben heel veel brieven naar hun gestuurd toen wij in Londen woonden. Bij onze oom en tante. We hebben nooit een brief teruggekregen. Oeh, een bol. We zijn weer hier. Oh nee, dit is gewoon wat anders dan. Dus we gaan nu naar Crescent Village, meen ik aan. Ah nee, het is hier zo donker. Oh, we hebben onze lantaarn. Oké. Okay. I'm happy, because I'm happy. En hier ligt de smurrie op de grond. En het is water. Oh, het maakt geen geluid. Because I'm happy. Hier liggen stenen. Maar I'm happy that I can go through. Gadverdamme. Schei toch uit, jongens. Het begint nu al, joh. Oeh. Ik ga niet omkijken. Dat is een regel in Amnesia, als je dat nog niet wist. En dat is een regel. En dat mogen wij nooit verbreken. Is het zo lang pad? Oh, we gaan er nu heen, denk ik. Oh, loading. Oké. Okay. Oeh. Oeh, oeh. Oké, okay, here we go. And hello, welcome to Crescent Village. We got a lot of blood and jam over here. Here. Blood? Nee, dat is jam. What happened here? And why does the village seem so empty? I need to go find some help. I'm pretty much stranded here. Oké, dus wij komen hier nu aan in Crescent Village. En hij zegt dat we, hoe heet het? Bloed vinden. Oh jee. Jongens, vertrouwen jullie dit? Ik niet. Gadverdamme. Kijk, wat een mooie huisjes. Wat een mooie huisje. Ik weet niet of jullie er last van hebben, maar ik zie screen tears in mijn beeldscherm. Tijdens het opnemen hier. Ik weet niet hoe het komt, maar ik weet niet of jullie het ook zien, van die lijntjes. Maar als jullie het zien, dan probeer ik het volgende keer te fixen. Want ik weet niet wat het is en anders zoek ik het wel gewoon eventjes op. Hier zijn huisjes. Kunnen we hierin? Hallo daar. The door is locked and requires a key. Oh, really? Dat is Amnesia. Welkom bij Amnesia, waar je overal een lekkere key voor nodig hebt. Hé, jongens? Leuk, gezellig. Is dat het gemeentehuis of zo? Of de bar? Kijk nou, er ligt hier gewoon een lekkere vrouwtje even. Gewoon even lekker te chillen. Nou, hey. Babyhoofd. Ik hoop dat je de dag van je leven hebt. Want er is weer wat leven hier in het mooie dorpje. Want ik ben er. Oké, kunnen we hierin? Er ligt hier een briefje. Die gaan we even belezen. A few days ago, one of the local children went missing. Her body was found twisted and ripped open by the riverbed this morning. Everyone else think it must have been some kind of animal that did it. But I know what really happened. Oké, dus er staat hier. Een paar dagen geleden is een kind hier uit de buurt is vermist. Haar lichaam is gevonden, helemaal gedraaid en kapot en alles bij het riviergebied ongeveer. Deze ochtend. Iedereen denkt dat het heeft te maken met een soort dier. Maar deze persoon die het heeft geschreven, die weet echt wat er is gebeurd. Oké. Well, that is fun. Hey, mijn jongens. We gaan dit avontuur helemaal beleven in Crescent Village.
het is hier heel eng. Heel veel mensen gaan er vermissen. En ik denk dat dit wel een leuke story wordt. Dus jongens, dit was de aflevering voor deze keer. Opeens stopt de muziek. Gadverdamme. Hoorden jullie dat? Eeuw, nee, dat vind ik echt heel eng. Jongens, bedankt voor het kijken naar Amnesia Obscurity of zoiets. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen voor deze nieuwe serie. En dan zie ik jullie de volgende keer bij Amnesia Obscurity. Bye bye!